Welkom bij alweer de derde aflevering van Tuincentrum. Deze aflevering wil ik het met u hebben over het snoeien van rozen. Er zijn nog veel vragen over gekomen en dan kan ik dadelijk u naar aanleiding van wat voorbeeldjes laten zien hoe u een en ander moet doen. Ik heb het hier even schematisch op een bord gezet. We hebben stamrozen. Dat wil zeggen die komen onderuit en blijven laag. Je hebt rozen op stam. Dat is in feite dezelfde roos, maar die is op een hogere stam gezet. Dan zullen we straks bij het snoeien zien welke rozen dat precies zijn. En we hebben de groep klimrozen. Die dus de bedoeling waarvan is dat ze tegen muren aangroeien, tegen rekken of zelfs in bomen kunnen groeien. De meeste mensen hebben een beetje moeite met van hoe moet ik nou in die warboel van rozen gaan snoeien. Nou, allereerst is het belangrijk als ik heb hier een roos getekend. Je ziet een heel aantal takken. Dan is het uitkiezen van de beste takken. En dan laat u 3 of 4 takken staan. Ik heb dat hieronder even getekend. 3 de beste takken, die laten we staan. De rest knippen we in zijn geheel weg. Die goede takken, die snoeien we op het derde naar buiten wijzende oog. Je kunt dat hier ook weer mooi zien. Dit is naar buiten wijzend oog. Dit is naar binnen wijzend oog. En dit is weer een naar buiten wijzend oog. Dat doen we dus hierboven snoeien. Ik heb het hier op het plaatje ook weer even aangegeven. Hier gaat hij er dus af. Kijk, hier hebben we nou van die rozen waar de meeste mensen hebben zoiets van jongen, ik zie door de takkenbossen de rozen niet meer. Hoe moet dat? Nou, ik zal er even proberen structuur aan te brengen. Dus net wat ik net al zei, we gaan de beste takken, die gaan we behouden om goede rozen te krijgen. Dus ik ga eerst alle slechte takken wegsnoeien in zijn geheel. 1, 2, dit is een buitenoog, dat ik hier aan. Hier is een derde binnenoog. Dan pak ik hem hier bij het vierde. Het eindresultaat ziet er dan zo uit. Weinig van boven. Maar in de grond zit nog evenveel als eerst. En dat is nu de kracht van het snoeien. Die roos die kan hier zoveel productie leveren voor bovenop. Dat in één seizoen hij weer helemaal tot een forse plant uitgroeit en enorm kan gaan bloeien. Voor de klimrozen geldt het even ietsjes anders. Daar kijk je naar gesteltakken. Dat zijn takken die je uitleidt. Op dit plaatje kun je het iets beter zien. Hier heb je nog een warboel. En hier heb je de gesteltakken zoals we dat noemen. Die uitgeleid worden om de vorm te geven. En alle slechte takken die daartussen zitten, die hebben we weggesnoeid. Op de gesteltakken, die geven weer dwarstakjes. Dat kun je hier zien, allemaal dwarstakjes. Die gaan we snoeien op het tweede oog. Kijk weer even naar het plaatje. Dan hebben we weer de ringetjes, de ogen aan weerskanten en boven het tweede oog snoeien we hem eraf. Nou, hier hebben we een roos op stam. Ook weer een oerwoud aan takken. Nou, de bedoeling is om dus goede voorwaarden te scheppen dat takken goed tot hun recht kunnen komen. Dat wil dus zeggen van alle slechte takken eruit snoeien en weer enkele goede takken overhouden. Die laat ik zitten. Ik pak er deze uit, want als ik die wegpak heb ik hier een kale tak. Dan pak ik deze eruit. Die knip ik. Helemaal eruit. Dan kom ik aan. Deze knip ik hier eruit. Nou, zo gaat hij in feite de zomer in. Klein takje kan nog weg. En je zult zien als je deze plant nou dadelijk in het najaar zou zien, dan zit hij weer vol met takken. Want hij kan nu volop gaan produceren en groeien. We hebben hier kleintjes. Die zijn ook erg dicht. Dus dat is ook weer een kwestie van openknippen. Zoveel mogelijk het hart van die plant open houden dat er overal licht bij kan.
Zo is hij al een heel stuk opener en nou snoei je hem even terug dat hij kan gaan groeien. Straks is de bedoeling dat je wat op het plaatje staat, dat je dat ook krijgt. Rozen, die worden gekweekt uit wilde rozen. Alle rozen die zijn veredeld, zoals ze dat noemen. Steeds gekeken van naar verbeterde bloei, verbeterde groei. En daaruit zijn alle rozenrassen langzaam ontstaan. Het begon dus bij de wilde roos. Die wordt gezaaid. De plant gaat groeien. En in de eerste zomer dan gaan we aan het oculeren, zoals we dat noemen bij rozen. Oculeren wil zeggen van een tak van een goede roos, rozensoort, halen we een oog af. Dat snijden we met een scherp mesje eraf. We maken in de wortelhals van de wilde roos maken we een insnede. We schuiven dat oog erin. Er komt een elastiekje omheen, dat die tegen de stam aangeplakt wordt. En in de loop van de zomer gaat dat oog zich zetten en uitgroeien. In het tweede jaar dan worden de rozen gesnoeid, dan wordt die hierboven afgeknipt. En dan is de bedoeling dat het oog zich helemaal gaat ontwikkelen tot een nieuwe roos. Nou, dit was het dan over het snoeien van de rozen. Mocht er ondanks de uitleg toch nog vragen bij u rijzen, schroom niet. Mail op tuincentrum@vtv1. En daar kunt u al uw vragen kwijt en dan nemen we ze een volgende keer met weer mee. Of u kunt dat altijd nog eens teruglezen op de website.